Hoog tijd om te beginnen. Hela, zullen we jou meenemen? Ja, kom mee. Is goed. Even opletten hoor. Even wachten. Mevrouw Verloon, bent u zover? Ik ben zover. Ja. Met heel veel plezier en trots kondig ik u aan Hella Huuk. Dag. Hoi Hella. Ik ben niet Umberto Tan. Helaas. Dat zie ik. Maar jij bent Hella. Ja, ik heb tijd als financieel journalist voor RTL gewerkt. Maak nu een documentaire serie bij WNL. De stand van het land. Dus ja, ik ben financieel-economisch georiënteerd. Dus ja, mijn 10 minuten zijn al van start, dus ik ga maar beginnen, denk ik. Ja, prima. Toen ik zo over u las, wat ik zo fascinerend vond, dacht ik van, dit is wel een beetje een stoer wijf. U heeft een tijd ook in Maleisië gewoond en daar heeft u het Prelude-project gedaan, wat een soort van drijvende gasfabriek is. Kunt u even kort vertellen wat dat project was? Want het is wel een waanzinnige prestatie die Shell daar geleverd heeft. Ja, nou, over het algemeen als je gas vindt ergens, hè, dan gas is heel vluchtig, kan je niet echt transporteren naar andere continenten of andere landen. Dus die gebruik je in de gewone markt. Mm-hmm. Maar daar hebben we een proces op gevonden en we maken dat gas vloeibaar. En dan kun je dat dus wel, als je het ergens vindt, kun je het naar een ander land brengen. Dat deden we altijd traditioneel met fabrieken die op land stonden. Dus dat gas wat vaak onder de zeebodem werd gewonnen, werd dan naar die fabriek op dat land neergezet. En daar werd het vloeibaar gemaakt, opgepakt en geëxporteerd. Ja. De Prelude is het concept om eigenlijk die fabriek op zee boven dat gas te brengen. Maar dat is een ding van 500 meter, kostte 9 miljard. Ben je dan eigenlijk een beetje gek om zoiets te doen? Of heb je dan vol vertrouwen in je mensen en in de techniek? Ik heb daar helemaal vertrouwen in, ja. Dat is toch heel logisch om dan de fabriek dichter te brengen bij waar je eigenlijk... Maar ook een risicovol project. Dus u durft wel in die zin een stevige beslissing te nemen. Nou, het is gewoon jij noemt het risicovol, maar het is innovatief. Dat is heel normaal. Hè. In de business waar wij zitten wordt er continu doorontwikkeld. Ga je continu kijken van hoe kan het beter... Dit was is een project wat eigenlijk leunt op alles wat wij in Shell al goed konden. Ja. We waren bezig met offshore gas en olie vinden. We hebben een grote marinetak. Ik ga door hoor, want ik heb natuurlijk maar heel kort tijd. Maar goed, een prestatie. Het leunt op onze sterktes en het gaat elke keer een stapje verder. Okay, dat heet innovatie. Het heet Prelude. Prelude is eigenlijk een intro voor een muziekstuk. Dus laten we dit als een soort van introductie van u en van ons gesprek beschouwen. We moeten natuurlijk naar Parijs. Daar zijn afspraken gemaakt eind 2015. De broeikasgassen moeten teruggedrongen worden. De CO2-uitstoot moet teruggedrongen worden. En nu zitten we eigenlijk in die situatie dat nu ook de emissiereductiedoel voor Nederland bekend is. Hè? Dat is net bekend geworden. 36% broeikasgasreductie in 2030 ten opzichte van 2005. Ik moet bij dit soort getallen altijd even op een papiertje kijken. Dat is al over 13 jaar. Denkt u dat Nederlanders in het algemeen al genoeg besef hebben wat die afspraken voor ons betekenen? Nou, ik vind dat een hele fijne vraag dat u dat stelt. Oh, want dat is veel te open. Nee, daar fijn, gaat ze. Fijn en open. Want dit is precies inderdaad de discussie, denk ik, die we en het gesprek wat we met elkaar aangaan. Als je kijkt naar wat er nodig is, hè, klimaatverandering, iedereen wil het. We zijn gelukkig nu zover dat we... Maar hebben we het door, dat vroeg ik. Ja, beseffen we het? Nee, we hebben de doelen afgesproken. Ja, en u? Maar we moeten er nog wel een route heen verzinnen van hoe gaan we daar dan komen. En als je kijkt wat we nu gedaan hebben, heel veel mensen zijn al blij met waar we nu zijn. Maar we hangen als Nederland eigenlijk onderaan de ranglijst. We moeten gaan versnellen, het moet veel beter. En heel veel mensen beseffen dat niet. Maar ik denk wat mensen ook niet beseffen is hoe dicht het bij iedereen komt. Energie komt ook bij de burgers thuis. Dit is niet iets wat alleen Shell raakt of de overheid. Dit gaat over hoe ga jij straks op vakantie met jouw vliegtuig? Hoe ga je onder een warme douche staan? Want Amsterdam heeft al gezegd, we gaan nu de gaskraan dichtdraaien. Tot 2050 moet het gedaan zijn met het gas. Dus dan kom je inderdaad dicht bij mensen. Aan de andere kant, u zegt het zelf al, we versnellen niet genoeg. Het autopark, als je kijkt naar het elektrische autopark, is nog maar 0,1%. Hè. We hebben 8 miljoen auto's rondlopen en 100.000 elektrische of hybride auto's. Dus dat gaat niet snel genoeg. Nou heeft het Centraal Bureau voor de Leefomgeving gezegd, zij staan er niet alleen in, ook het Internationaal Agentschap voor Energie heeft gezegd van, als wij willen zorgen dat we die CO2 echt naar beneden krijgen, dan ontkomen we er niet aan
dat we ook CO2 moeten uit de lucht moeten halen en moeten opslaan in de grond. Deelt u die analyse? Ja, ik geloof wel dat dat, dat is een stukje eigenlijk van wat moet er gebeuren, vraag je. Wat moet CO2 onder de grond? Ik denk wat er moet gebeuren, willen wij dus echt die CO2 naar beneden brengen, zijn drie dingen. Je moet efficiënter met energie omgaan, dus minder gaan gebruiken. Dat is altijd het beste. Ja, heel fijn. Je moet heel veel duurzame energie gaan bouwen. Ja, top. En we zeggen dat moet veel sneller, dat moet groter. Je hebt de windparken-discussie in het nieuws gevolgd. Maar dat gaat tijd kosten. En in die tijd dat je dat dus allemaal gaat doen, heb je nog traditionele fossiele brandstof nodig. Ik snap dat heel veel mensen dat een moeilijk bericht vinden. Ja, precies. Dus als je dat nog doet, moet je zorgen dat de CO2 die je daarmee uitstoot, zoveel mogelijk, dat je dat zo min mogelijk uitstoot, hè, de juiste fossiele brandstoffen, maar ook dat je die CO2 die je dan wel hebt, kunt opslaan. Precies. Nou, dus we hebben Barendrecht gehad, hè? Dat was in, wanneer was dat? 2010. Iedereen werd helemaal gillend gek. Ja. Wat vindt u, er komt nu een nieuw kabinet. Zou het toch weer op tafel moeten? Nou, ik denk als je dus serieus bent over de klimaatdoelen, en u zei beseffen we dit allemaal goed genoeg, als je echt inziet dat je dus, terwijl je duurzaam aan het opbouwen bent, echt nog een tijd hebt waarbij je fossiele brandstoffen nodig hebt, dan moet je naar deze oplossing kijken. Je moet ook naar andere oplossingen kijken, maar dit is er één van die je denk ik echt nodig hebt. Dus die moet misschien ook naar voren gaan. Want weet u waarom ik het vraag? Het valt me gewoon op. We vinden het allemaal heel leuk om naast een windmolenpark te staan en een zonnepaneeltje. En dat is allemaal goede PR. Maar dit is een lastig dossier. Zou u ook hiervoor de ballen hebben om te zeggen van jongens, we moeten hier echt serieus naar kijken. Dit is gewoon een optie die net als de andere opties, en dan kunnen we altijd nog in de politiek kijken, doen we het wel niet. We moeten hiermee door, we moeten experimenteren. Dit moeten we gewoon op de agenda zetten. Omdat anders halen we het niet met die CO2. Ja, hè, u zegt van het is een moeilijke discussie. Ik denk dat we met de hele agenda die we moeten doen, hè, dus met dat hele stuk van. Ja, maar even antwoord op de vraag. Ja, dat we heel veel moeilijke discussies hebben en dat we daar maar dus samen uit moeten. Ja, en dat we samen prima, uit moeten komen. Alleen kunnen we het niet. Nou, de regering heeft heel duidelijk ook gezegd dat ze dit van plan zijn. Hè. Dus als je de energieagenda nu leest, die onlangs gepresenteerd is, dan zegt de regering ook van CO2-opslag is bij ons een punt. Dat willen we gaan doen. Het rood project wordt genoemd. Ja, maar dat wordt genoemd, maar daar is nog steeds geen beslissing over. Daar is nog geen beslissing over. Nee, dus ik denk snap dat, wel waarom. Ik denk snap dat, dat denk ik ook wel. Snap jij waarom? Nou, ik denk dat het politiek een heel lastig dossier is. Nou, ik denk dat het is zeker altijd wel dit soort projecten maken emoties los. Maar ik denk dat heel veel van de huidige discussie over CO2 ook gaat over het feit dat het CO2-opslag is van een kolencentrale. Maar ik denk als je dus zoiets als CCS echt wil doen, en daar zullen wij in Nederland het gesprek over moeten voeren van willen we dit? Mm-hmm. Dat je daar dan ook met elkaar moet zeggen en dan wordt dit het plan. En zo gaan we het uitvoeren. Er is een verschil met Barendrecht, wat u eerder zei, omdat er nu gesproken wordt om dit dus offshore op te slaan in oude olie- en gasvelden. Op zee, ja. Ja, maar er zal gewoon heel goed naar gekeken moeten worden. En dat is precies het punt wat ik belangrijk vind, is die discussie moeten we voeren en mensen moeten daar allemaal mee meedoen en meekijken. Want we zullen wel aan de slag moeten. Wij zijn ook wel een cultuur waarvan we zeggen, dit willen we niet en dat willen we niet. Maar als wij echt serieus zijn over die doelen van Parijs, en dat zeggen we toch echt met z'n allen, dan zullen we aan de slag moeten. En daar horen complexe projecten bij. Ik wil u één snel dingetje laten zien. Ik heb een plaatje meegenomen. Dat kwam ik tegen toen ik begin vorig jaar in Amerika was. Daar hing dit in een oud huis, 19e eeuw. Heb je een plaatje of niet? Ja, kijk. Edison Electric Light. Do not attempt to light with match. Simply turn on the key on wall by the door. En daaronder staat, the use of electricity for lighting is in no way harmful to health, nor does it affect the soundness of sleep. Dus in die tijd vonden we elektriciteit echt gewoon heel erg spannend. Denkt u dat u ook de kwaliteiten heeft? Want technisch bent u volgens mij een kei. Maar zoiets, zo'n gesprek, heeft u ook de vaardigheden om te zeggen van oké, dit gaan we ook op een goede manier agenderen als Shell. Want Shell heeft wel een imago waarvan iedereen al denkt, nou daar komen ze weer. Die hebben een nieuw businessmodel nodig, daar komen ze met een CO2-opslag. Ja, ik zou toch zeggen van wat wij nodig hebben, en dat is zeker wel iets waar ik me voor inzet, want ik geloof daar echt in.
die klimaatdoelen halen, dat kunnen wij in Nederland. Het moet, daar moet heel veel gebeuren, het moet versnellen. Maar ik vroeg of ik die vaardigheden heb en of ik me daarvoor inzet. Ja, dit is, dit ook is, af en toe even dus te zeggen van, jongens, dit is het deel van mijn baan. Wat ik ontzettend inspirerend vind en heel erg probeer om die discussie dus aan te jakkeren, om mensen mee te nemen. Mm-hmm. Ik denk dat daar twee dingen belangrijk zijn. Oh, dat gaat niet meer halen, hoor. En deze discussie is... Oh, we zijn al klaar. Laatste zin, ik mag hem afmaken. Hij mag in één zin. Ik mag die zin afmaken. Nou, ik denk dat het belangrijk is dat Shell kan dit niet alleen en zal dit ook niet alleen dat kunnen leiden. We moeten dit met z'n allen doen, maar ik ga me daar en Shell gaat zich daar wel keihard voor inzetten. Punt. Helle Huuk, dames en heren. Dankjewel, Helka. Ja. Heel goed. Ho, ho. Ja, blijft u staan. We hebben weer een verrassing voor u.